Zo zag het er vroeger uit. Maar dat kan natuurlijk niet meer in de tijden van het nieuwe gewoon met 1,5 meter afstand. We hebben natuurlijk te maken met het virus. Waardoor we in de stembureaus alles moeten doen om de veiligheid van de kiezers en van de stembureauleden te waarborgen. Dat houdt in dat niet alle bureaus meer geschikt zijn. Verzorgingshuizen en scholen vallen af en ook dit kleine buurtcentrum is ongeschikt. Omdat het te klein is, we hebben nu met corona hebben we niet de mogelijkheid om de ene kant het gebouw in te lopen en de andere kant eruit. Want voor de achterdeur staan stemhokjes normaal. Niet coronaproof dus. Een stembureau moet dit jaar aan nieuwe eisen voldoen. 1,5 meter afstand overal, kuchschermen, zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer, liefst een aparte in- en uitgang. Nou ja, dat kan niet op iedere locatie, zoals je ook hier hebt kunnen zien. Heel vervelend, omdat we dus andere jaren hier altijd heel veel aanloop hadden, zelfs rijen hadden. En buurtbewoners ook op een gegeven moment muziek gingen maken om de wachttijden te verkorten. Dit jaar dus helaas niet. En de gemeente moet op zoek naar andere locaties en komt onder andere uit bij het theehuis Tuin van Noord. Nou, het theehuis is heel geschikt als stemlocatie omdat we mooie coronaproof routes kunnen maken. We laten mensen aan deze kant binnenkomen en die worden dan ontvangen door de leden van de stemcommissie aan deze kant. Mooi 1,5 meter uit elkaar. Als mensen hun stem hebben uitgebracht, dan kunnen ze via verschillende uitgangen weer naar buiten. En dat is daar. En dat is daar. Alle gemeentes krijgen deze keer extra geld van het Rijk. We krijgen rond de 2 ton. Dus dat is zowel voor de extra maatregelen op het gebied van corona, als voor het extra openstellen van stembureaus, als voor het briefstemmen voor de 70-plussers wat er dit jaar ook bijgekomen is. Is dat voldoende? Als we goed oppassen, dan gaan we ermee uitkomen.